manneke, hup, manneke, hup, sasa. Jij bent nog zo jong als de rest. Je hoort er nog bijna een van zo lustig en blij. De oudjes die doen het nog best. Als schoen de 60er Santa Grieren zong vanuit de Harkema een geheime stuurder oer het Heuleland. De stille genieter. Nederlandse en Friese muziek. Of versiek. Of samba. En geestelijke muziek. En alles wie in handen van Gwaitsen de Haan van de Harkema. Maar die wordt net aansprutten als de Haan hier. Ze is al hier. Ha! De stille genieter. Sjoes, hij die hier vroeger ik een zender. En ja, dat vond je toch een beetje mooi. En zei die, hè, vroeger werd een geheime zender wijstappen, dat moest geheim werden. Ja, zei hij dat ik, geheime stuurder. Ja, geheime stuurder. De grinden moest dicht, de jochten moest nut. En dan zitten er de zenden, hè. Plaatjes draaien, ja, dat wilde nog bakken lieten. En, maar toen werd ik een jonkje, dan moest ik jongs. Ik werd al 8 jaar week. En dat zie je, maar dan moest ik wel met de wijs staan. Had de politie er gewoon komen. Je werd een grutter. Je komt dan in een wegenbouw. En dan, ja, je gaat mij mee. In de auto, en die had toevallig een arbeider, en die had ik een geheime zender. Nou, hij zei, dat is wat, zei er. Ik zei, wat? Hij zei, dat waren je piraten jongen die zijn. Die wilden me niet eens naar de podia. Die jaren me niet eens. Nou, ik zei, dan maar eens een keer bij mij komen te zenden. Nou, ik zei, maar hoe maakt dat? Ik zei, nou, wat buis met een attentie erin. Nou, zender hier ons lutten. En wie roppen hier? Wie dit hoes wij? Maar we kregen geen rapport van die beide mannen. Wat is een rapport? Een rapport, ja, je wilt terugkomen. En ja. Je roppen, ik ben de Stockholm. Ja. En jou bent de stille knitter. Ja. Jou zei ze me, nou, Stockholm ga je me ontvangen. Oké, okay, maar je jaren maar wat. Een soort 27 MC. Ja, een soort wat deed ik ze. Toen ben ik met de tramwerken begon. En toen zit ik over de hele radio hier natuurlijk. En toen kon ze die samen uit Holland net meer ontvangen. Nee. En toen zijn die stille ritter, die moesten maar even met de baan gaan. En dan moest ik me uitkijken, anders zonder we hem daar langskomen. Zo, toen ontvangen we mee wel. Ik zeg, ik moet een goede zender aan, maar ik zei, dan moet ik hem sterker houden hier. Ja, dat kon net. Waarom? Nou, dan wil ik hun eruit drukken. Dus ik word de sterkste dan wel. Maar dat kon net. Dat is een soort sport of zo. Ja. Een koor voordrukken. Ja, als je een DX bent, dat hoort in aan een rapportje. En hier naar 50% in zit wel een brood. Dan wil je 80% hebben. Ja, maar dan moet hij eerst een zender hebben. Ik ging even naar mijn bouwer, naar 7 uur. Dat is een Philips. Nou, vreugde, ben we heen gegaan. Weet ze, zei Jimmy, ik zie het nou, we vragen er nou wel zo. Toen zei best toen die piraat die alle dag en nacht muziek draait. De hele dag muziek draait. Ik zei ja. Ik zei, ik draai altijd muziek, praat ook net, alleen muziek draaien. Nou, zei, nee, zei dan, zullen we een sjelle van een mooi zender voor die bouwen. Dat is hoorbaar in, dat in Brabant? Ja, ik ben, zei mij op met, ik ben de sterkste piraat. Dat stond in Radio Free Magazine. En dat was in Duitsland. De sterkste piraat uit Nederland. Wie de stille knitter uit Harkema. Vertel mij nou eens, wat is zo'n stuurder? Hoe zit dat in elkaar? Ken je dat Sjell? Jawel, we kennen wel Sjell. Hoe dat stuurt. Ja, best wel. We kennen wel eens even Sjell, hoe dat werkt. Dan gaan we hier daar. Dan komen we in een compartiment met het al je baden. Ja, bij de productbeurs. Maar ja, het is eigenlijk begonnen. Een beetje daar. Ja. Hier haast de studio van de stille genieter. Ja. Een kabeltje naar boeten. Dan zetten we de zender boeten. Ja. Ja? Waar we net in huis gaan. Ja. Nou, dan draait het hier. Ja. Dan kunnen we hier gewoon zetten. Ja, oké. Dus hier de studio, maar dit is net verbinden. Dat ene kabeltje naar boeten, dat is verbinden. Ja, maar dan gaat naar de zender. Ja. Maar Sjoaas, wat die zender is, want dit is natuurlijk al meugend wat hier al je zit. Ja. Ja. Sjo, ik moet het zelfs zien. Daar staat nog een telefoon. Ja. Daar staat nog een pick-up. Ja. Eén. Nou, daar staat een cd-speler derde. Ja. Nou,
de verzoekjes kwamen daar binnen, ja. Uit Hoeswij, hierheen, kaartje. Ja. Toen middag in de Van Eels singles, hè? Ja. Want ik, ja, een wereld singles. Dus ik moest ik elke single aan die er weer. Ja. Ja. Constant moest ik draaien, ik op een boom. Ja. Nou, dan liggen mijn bandrecorder ik moest tegen. Nou, die liggen gewoon draaien. Ja, ja. Dus de hoorden ze naar binnen werden. Of is, daar zit 24 cd's in. En dat deed ik nou de laatste jaar net altijd. Ja. Die liggen gewoon draaien. Ja. Dus dan doe ik er 24 in. En dan liggen wij draaien. En dan kiet ik er nog wel. De Haan had willen om het geheime sturen, mooie platen draaien. Maar de dubbele willen ziet benammen in de keren dat de politie kwam. Piraten, wienen en binnen nog verbinden. Dus zit zijn leven vol sokkenverhaal. Maar eerst die kreks aan dat, die versterker op dezelfde kleur. Die lust ik eruit. Ik keur naar de door. Ik zeg, je bent maar weg. Ik zeg, je hand me Sander. Ik zeg, pak maar op. Zeg ik zo. Maar ze gaan voor, ze pakken dat ding op en ze gaan voor die politie. Maar toen moest ik verder joh, maar toen werd het net een Sander, toen werd het versterker. Versterker, ja. En toen werd het vrijspraak. Ja. Zo later had ik dat gewijde programma dien, Snede Middjes. Toen ben ik ook Snede Middjes altijd achter horen. Nou, dat had ik een goede naam mee gekregen. En dat deed ik mijn plezier, want dat werd ik echt gewaardeerd. Want de meesten bellen die dan ik in de weekend, dat het hun zeker goed deed. Nou ja, en ik stier zelf ik wel achter die muziek. Christelijke muziek wel, maar dan wel plaatsjes een muziek, teksten die ik begreep. Ja. Ik moet geen koor na, maar ik zou net verstaan kan. En die wilden net goed snappen. Nee. Ik moet, De host van Nederlands en Fries. Ja, Engelstalig. Daar heb ik wat woord van. Dan uit de jaren 60. Ja. Maar ja, Hello Mary Lou en dat soort, Hello Josephine, dat soort plaatjes. Ja, dat vind ik wel leuk, ik weet het. Ja. Maar dat horen, dat hele wezen er ook net. Het is Joden daar al die boom, boom, boom. Ja. En dat is het best. De plaatjes gaan natuurlijk eronder voor iedereen en ook niemand uitgezonderd. Even zeggen, ja. Ja. Zo, de mooie vinger nemen we er altijd onder het raam. Waarom? Nou ja, als ik hieronder zie. Maar dat weer de jaren op radio? Ja, zo, die is nou ook wel. Ja. Hoor hem. Dan doe ik hem even wat zachter. Maar dit stukje jerk, dan rier ik op een keer lawaai naar Grutte Gost. Ik dacht, wat een donderend mooi plaatje. Ik dacht, wist wat? Die ging ik achterom. Ik heb pikkenvelp aan. Nou, ik ga achterom en blijf Bobbe van Seien. Ja, nou, hij zei, nou, dan brengen we die uit, kwijt. Even zien. Ho. Verkeerde snelheid. Tja, dat is net goed. Dan pakken we hem aan. Sokkenbladen. Nou, dat kan ik praten, ik wil. Nou, het volgende plaatje ging speciaal in draaien voor Ilko Lok. Dan luister ik mee mezelf mee, hè. Zeg, nou, alles werk staat vroeger. Dus dat praat ik. Alles wat leeft, dochter Noosie. Zo, die bracht ik toen ik al uit. In de wijte wijs weet ik schiet een hoesje. Ja, maar die ken ik nog wel. Ja. Op het hinder wat de kan en weer een mens. Dus dan moest ik ook gewoon kondigen. Dus ik pakte de microfoon. Ik zei, maar dan zoek ik moet weten wat er van Titia uit de opgekomen is. Dus de mensen gingen grauw al je rode dik. Dus dan stel ik niet dat rijdt in plaatsje weg. Dus die bedrijf je om op Friesland en dan was nog een belly. Dus die bellen. Nou, ik zei, wat er met Titia gebeurt. Toen zei ze, en wat er van haar opgekomen is. Nou, dan was in 82 ongeriend door een auto. En ja, had ze een raar ongeluk gewoon, had ze altijd in het ziekenhuis lijn. En toen zoeken we graag een keer wat dwaan willen. Dan later had ik nou een mooi singeltje maar uitgebracht. Maar zo, zo dat ben eigenlijk de origineel. Ja. De Friese Famkes. Ja. En denk dan ik zo
Zij had eerst op zijn hoofd van mijn ogen. Nu wint daar weer een vijf. Nee, dat is net een kerst. In de ruisheid verhoorn. In dit soort. Ik ken Veske wel, maar ik weet net, ik ga dit dan nog wat jetten. Nee, mooi hè? Dan haal je wat mooi. Nou, dat is nou piraten. Wat is het geheim van de stille genieter? Geheim hangt net, want ik ben altijd riepelijk geweest. Alles wat ik doe, vind ik mooi. Als je de plaatsje hebben we gebracht, het geheim van de stille genieter. Daar haak ik mij op televisie geweest, met deze Sint Bernard. Met de specials, in 7 uur, in Sonja Goed Nieuws Show. Dat ga ik direct nog wel lezen. En dan staan de politie bij mij in huis, ja, om het spul in beslag te nemen. He, wie zit alles in de film? Maar die Sint Bernard, die zit met die zender op het loon te zenden. Dus, maar op lijst, dan staat dat op een patatzakskraam in België. Dat komt er al in voor, het geheim van de stille genieter. In de ongerechte natuur van de Friese Wouden. Als de leerpunt loopt. Dit bij zijn stewardess, hè? Voor zijn stewardess, ja? Ja, dat kan. Zeg, nou, hier heb ik nog wat, want ja, blijf, alles is te lid zijn, oerlemaas wat heen en gooi. Maar zie, hier ga ik mijn cd'tjes ook wat steen. Is voor de start van ik wil een vergunning? Ik wil een vergunning rekenen. Ja. Maar dat wil ik net. Ik wil vrij werden. Dat is dwars werden. Ja, maar ik wil zelf brengen wat ik zelf wil. Ik wil net naar een radio een voetbaluitslag brengen. Nee, ik wil het neus net. Maar dat hoeft ik net. Dat moest toen niet. Ja, maar Radio NL doet dat ik niet. Nee, die had ik net. Maar nee. Ik wil net. Ik hier alles die ik leer lezen. Herman hier alles klaar voor mij. Verleden 10 augustus. Ik wil net de handtekeningen maar op te zetten. Goed opsturen. En ik goed draaien. Iedereen wil het spulje op het hand zetten. Nee. Ik zei, dat wil ik net. Ik wil draaien. Wordt net mij. Kom maar in mij met mij. Gwes de Haan had ik nog een winkel in cd's. En hij had eigen geworden. Arie Bergsma. Stil in het, STG. Ja. Alex, noem ik ze van Romy. Ja. Stil in het. Reina. Stil in het. Ja. Titia, stil in het. Ja. Tja. Daar, hier maar krijgen we. Ik zoek beide nog lezen. Wie hier vindt om die oren. Zo is de muziekskruin, hè? Hij dit zie je samen. Ik is muziekskruin? Nee. Maar wie dat wil met beiden. Dus hij heeft steun nodig, hè? Tja, dit is... Dit noemen vind ik zelf persoonlijk heel mooi. Ja, Els had een kind, dat spraat er nog goed. De man was in orde bekoer. Droeg waar en droeg wien en fietsen met hun huis. Van een stukje bril, maar in een gontje bij. En zijn tweede fase wie het organiseren van geweldige piratenfeesten doorbezocht. Dus ik zie hier de met artiestengala in Harkema. En ik ben ik aan draaien. Hè? Maar ik zie die een politie en ik zie Jelle Rus noemen komen daar. Nou, ze komen er zijn keur in. Daar komt een goede dag. Goeiedag. Nou, Elko zei ze mij, je wist waarvoor we komen. Ja. Dus dat is Jelle Russen. Toen wist we waarvoor we komen geweest. En ik zei, jawel. Ik zei, voor de wakker, voor het artiestengala. Ja, natuurlijk. Nee, zei het. Dat wist voor beter. Och, heren. Ik zei, voor het nieuwe album van Romy. Nee, zei het. Die zender maar dit zei. Die zei, mag maar in mij komen. Ik zei, nee. Ik zei, die ging net in mij. Ik zei, hoe je maar in. Ik zei, ik hou je klanten in de winkel. Dus hij keurde de gong in naar de hal. En bij mij, de mijn zuster stiet. Dus ik hut stappen. Dus ik ben hier achter bij de door. En ik druk op een knopje en poets de zender is voort. Die valt uit.
En dat hier een knap zitten. Die hier mijn bouwer, in die mooie wijstappen. Dus hier komt erom stoken. Hij zei, wat is dat? Nou, zei de politie, er is niks aan de hand. Gooi ze eens hier. Dus ik en Rut, hier gaat achter naar het huis. Dat zei je dat ook al, ja? En ik ga hier een tumor. En ik ga naar de garage. En daar staat een fiets. En ik ga naar de zolder. Ik hou alles oorkoppelen, want ze zien me achter het longen, hè? Ik zag het spulstuk. En de tumor die komt er binnen. Ik zei, eerder. Ja, ik ben achter het hoes. Ik zei, maar dat ding ook in de koffer van een Mercedes. Ik zei, maar fort. Dus mij, die door is een beetje een keer. En ik word die door zijn hoor. En dan staat Jelle van mij. Wat is dat, zei hij. Ja, ik zei, dat is een zender. Ik zei, die zet 007 hier neer. Maar mij dat zei, pakte die de fiets. En dat die fiets er fort. Ik zei, je kan hem nou pakken. Ik zei, je mag hem nou pakken. Elke dag. Maar ik wil er niks bij de meidje na. Ik zei, de shirt maar. Je zit me jongen, je zit naar de zender. Ik zei, dat je er, ik zei, ik heb hem nou nog pakken. Maar dat doet er net. Dat ik keur je. Zijn wij mooi naar de winkel. Ik zei, net achter mij komen. Ik zei, maar ik ga er niks bij de meidje. Nou, en zo ben ik vader ook best. En dan ben ik vreesprut. Jelle Ruskin, dat wie de opsporingsambtenaar. En die zocht naar deze stewards. Deze had ik bij waarom gekregen. Er kwam 1200 watt over. Zullen we varjak, dan gaan ze hem opdraaien. Spanning op mij op jij. Dat ding, daar kwam 1800 watt over. En die 800. Toen naar de feesttent rijden. En je varde uitreed. Dus stapte het witte buske. Maar ik steek de hoorn op, ik zo, hé. En ik rijd voort. Maar ze komen hier binnen door. Ja, en gooit ze naar net. Nou, maar ja, ik zei je wel. Ik dacht, gooit ze. Ik met iemand had die dat erin filmt. Als er even een mooi filmpje van maakt, als je hier in Hoer bent, wil ik dat later op DVD hebben. Ja, en hier moet ik de handtekening zetten. Ja, de handtekening zetten. En nou moet ik er met een uur uit, weet je. Ja, je moet er zo. Dus hier is de leerkeuren daar. En die hadden het even filmen dat die papieren in ondertekenen haar. Toen zei die man, maar ja, ik maak er net op. Nou, ik zat wel een beetje door, wat maak ik dat nooit? Wie ben ik gewoon mensen toch? En je door je moord. Maar dan ga ik mooi filmen, dus dan ga ik kleer lezen. Dus dat nou, je denkt, dat wil ik bewaren. Dat vind ik zelf mooi. Voor mij was het Arrow Classic FM, was dat? Ja. Arrow van Pijl. Arrow. Maar weet wel hoor, we gaan even naar mijn antenne. We gaan even naar de antenne. Kom maar even mij. We zitten al over het werk in te praten. Dat zie je, ik ga de merken hier niet. Dan. Dan is dat mooi. Dan word je de klep zien. Dat is dan mooi, hè? En als je ze op merken is. Dat is het merken. Ja. Verkepert het nou wat? Ja, redelijk. Ja? In een plak wordt beter dan de andere plak. Ja. Zo, ik stel ik witters aan en je meest in de lauw. Ja. Dan komen we erom. Dan staat er even aan. Ja. Mooi. Ja, zo. Zie je wel? Ja. Mooi. Nou, wist wat jouw Russisch in me zei? Ik snap één ding niet. Ik zei, wat is dat? Dat om op Friesland jullie geen cent uitgeven om daar een programma te maken. Want er wordt meer Engels gedraaid of Friestalig. Met de woorden van Jelle Russen, niet van mij. Ja, maar hij die heel veel zwaar net liep. En maar zo, dit is een ding dat kan je jaren. Ja. Jij hier noem je hollen. Nee, je kan je programma volgen. Dus je kan het alle dagen volgen. Ja. Ja? Ja. Ja. Is dat de meest? Ja, dat is de maat. Dat is de maat. Als witte wolken drijven over het meer, dan komt mijn verlangen toch bij mij weer. Je hebt dus zelf een handje opzet in cd's, ja. Eerst plaatsjes en dus cd's om die dingen te meiden, zeg maar zitten, om u te gaan. Ja. Smiet dat wat op? In het begin was het best. Ja, dat we vroeger mijn singeltje begonnen, ik had Rommie Jake, mijn vanille single. Nou, die namen we dan op. En
Ik zag meestal in de noemerzut. En dan gaan we naar de studio. Dan liet ik een singeltje bouwen, persen. Nou, Romy kan bij mij de singeltje dan in 1,50 kassen. Dan kreeg Romy zegt van 1,50. Ja? Dus, maar Romy koos ook altijd een goed verkeerpje op de bühne. Die nam ze mij. Die nam ze mij. Ja. Dus je kan mooi naar Romy taf voor, naar Romy het podium steen. Dan weer alle handtekeningen erop. Ja. Nou, en dat weer met de CD's letter ik zag. En dan, ja, maar dan winner ik Marco, man. Die kwam bij mij, het Stadskanaal, die kust niet bij. Goed, we willen hoeven geen CD's. Ik zei, wat nou weer? Nou, Romy verkoopt ze hier voor 15 euro. Of 5,15 euro. Terwijl een oor jongetje in barren had. Hij ziet maar een jongetje in barren. Ja. Dus ik heb me net hier nog nee. Maar ja, als je er op een bühne verkeerd hebt, wil je jezelf weer. Ja, natuurlijk, ja. Als witte wolken drijven over het meer. Is het Romy maken of het Romy Dij maken? Dat, ja, maar dat zeggen, ja. Het is al je begonnen. Zeg gewoon. Ja. Ja. Als ik die plaatjes net draait hier van Romy. We hebben pro-artiesten als je lol komt in. En ik in Friesland. Dus zijn haast toe oor je muziek over Romy. Want dan weer jullie een Romy draaien. Dat plukte ik zelf. Dus, maar ik zag de noemers ik uit. Wat ik zelf mooi vond, wat ik verkeerd ik hoor. En de melodie van een plaat. En dat hebben we dan. En ja, dus dat groeide mooi. Maar ik hier, goede kunde, ik ben Omroep Friesland. Toen moest ik naar Omroep Friesland. Waar? Maar ik zei dan wat Romy maar. Nee, die mocht net mij. Ik zei maar die net mij. Nee, die mij net mij. Want ik wie een begrip. Zie, dat had ik mezelf niet maken. Dat had onder de Friesland niet aan de meest. Ja, maar ik zat zelf bij als ik een begrip ben, maar ik zei Romy net mij, kom ik net. Nou, dan mocht Romy op de eerste mij. Dan zei Romy wie ik bij onder de Friesland kan. Romy wie een man. De koester boon. En Romy wie een echt levensgenieter. En daar koest ik niet lol op weer. Nee, Romy die altijd mijn lach, altijd een goed zin. Ja. En als er ruzie met me is, dan is het zelf niet. Ja. Het is een man, hij komt soms wel eens wat bord hoor. Maar dat meent ze net. Dat bedoelt ze net, maar dat zei het wel verkeerd. Maar het is verder, het is een oprechte man. Toen vroeg ik de mee toen hij zelf ziek werd. Kom voor bij me, jongen. Nou, Romy, nou, zij zie je en vier maand wij. Maar ik maak het praktisch alle weken naar zijn grafische. Dat is ook al zij zie je en vier maand. Kom ik er nog. Dus, als we dat shirt van boven horen, dan zijn er. Als die wordt holen. Dan is het goed. Zijn we nou eindelijk die. Maast even, ja. Even de zaak oorsluiten. Je moet goed oppassen, hè? Tja, dat is mijn maasteek. Tja. Christian. Tja. Tja, daar winnen tegen kabels. Ja. Daar wijs, joh. Staat bij de maastop. Ja. Naar boven. En dan? Nou, tja, dan kwam dit in de caravan, hier, die is die. Ja. En dan kon je zenden. Binnen kwart zit je weer een caravan. Ja. Dan komt hij weg. Ik sluit ook alles waarom ons dat West had. Ja. De mengpaneel was daar, Joost, die in dat hok stond. Ja. Die komen aan hier ik weer in. Ja. Ja. Dus in deze caravan die hier aankomt, dat is een mooi ding. Die komt hier te staan. Dan maak ik alles weer compleet, dat ik op mijn ontiet cijfer zenden kan. Wat ik net mij, nee. Maar dat ook al. Ja. Ik heb gewoon dwangsomje lezen van 44 toen. Ja, dat is hartstikke gevaarlijk. Ja. Maar krijg wat zeist, als er aan het meer best, wat maakt er naar mij? Ja, maar dus haast die 44 toeren nog wel.
Daar straks je me zijn, wat maakt mij dat woord al een jaar. Dus dat is dan precies hetzelfde. wat jij doet. Of net? Ja. Dat zijn nog die singeltjes. Dus, ze zei, krijg zijn, ik kom bij me om, ik vier het net. Dan wist ik dat ik eruit halen wilde. Ja? Dan zet ik mijn BMW die zet ik op die wei daar. Daar. Daar in de wei. Je ziet een huis, maar dat weet toen wij daar. Zeg ik mijn BMW daar. Wie we daar aan zijn? Ja? Dus ik koop precies aan naar die politie naar mij daarin. Dus ik zei die politie naar mij daarin. Ik wacht je, 12 minuten, 13 minuten. En ik stap in de Mercedes en dan staan je wel 500 mensen. Wel 500. De hele dwarsengel is zwart. En dan kom ik erom jijen. Klak ze aan. En ze razen, stille knitter, stille knitter. Ik draai het in hem op. En ik zei, wat maakt dit hier? Nou, maar rustig maar gooit ze. Ja, ik zei, mijn vrouw je lastig vallen. En ik zei, ik zit er voor zitten in Drachten. Ik zei, maar dat zei je. U zei, excuses hiervoor, wie ik hem op. Nou, dat soort dingen. Dan komen de politie hier. Zien hier ik 500 mee. Worden ze de politieouders pakken? Worden ze over de kop kiepen? Wat zei Gwijtsen? Net waar, hè? Mooi riedeletten. Vregen de politie maar. En er gebeurt niks. Zij gaan erbij voort. Koest je gewoon betaald mee bij de wijsheid, hè? Zou er ook weer hier. Prachtig, prachtig. Ja. Hoe vaak heeft een boer dan? 22 keer. En misschien wel, hoeveel haast aan boer te betalen totaal? Nou ja, zo. die 22 keer rekenen dat gemiddeld dan 500 gewoon. Maar later weer misschien 8 tot 1200. Maar reken maar 500. Dan pakken we 500 gewoon. Dus 500 gewoon een keer 22 keer. Ja. Of toen? Over toen. Maar ik iedere keer een zender. Ja. Maar die namen ik mij. Ja. De platen net, of woord, was altijd de zender. Maar die moest ik weer bouwd worden, zo'n 150 gonen. Heb je nog in de bak zitten? Ik heb in de bak zitten, twee maanden. In Veenhuizen. Ja. Heb je een dwangsom van 44 toen? Ja, nou. Ik ga wel het signatoren betalen, want een radiotelecom werd. Een bekeuring. En ik ga 18.000 om een advocaat betalen. Ja. Hoe die hier en daar iedere keer aan het vechten was. Ja. Dus 28.000. En die dwangsom van 44.000? Je luidt er nou op hierop. Ja. Maar dan maak je toch zeggen van, dit doe ik net weer. Ja, weet ik net. Dat weet ik net. Ik zit er niet in bestel. Ik hou het eigenlijk net. Ja, maar ik lees het nog uit. Ja, dat zit ik net. Ik stap je net. Wat is dat? Ja, dat zit je in het bloed. Het is gewoon, ja. Ik wil aan een keer weg, goed waar we erom komen. Dat heb ik wel. Ik heb toen zei ik kom niet één keer waar we erom. Maar ik zeg nou, ik kom aan een keer waar we erom. Doe best een reële jongen. Ja. Ja? Je wist precies in de maatschappij was door. Hij heeft een prachtige handel opzet, een prachtige feest georganiseerd. Hij heeft een hele mooie apparatuur, heeft een geweldige verzameling aan platen en cd's. Ja. Ja? En dat leest hij er heel door zichzelf in luizen. Nee, dat zag je ook dat net. Ik zie ook dat dit gewoon... Ja, net uit mat. Maar het is gewoon, je leest het jezelf op. Thank you.